agenda punt 3. En dat is het vragenhalfuur. En dat gaat om de verleende opdracht in zaken tekort van 11 miljoen euro. Dat is ontstaan in de begroting van de Meijer-Bergman Erfgoedgroep. Nou, het was vanavond was hij ook wel niet alleen als voorzitter, maar ook als degene van, die de APV onder zijn hoede heeft. Was u een belangrijke rol in deze vergadering? Ja, ik ben veel aan het woord geweest als ik dat achteraf terug film. Als portefeuille APV. En dan zit je in een beetje, en dat had ik aan de voorkant ook wel aangegeven, een beetje een rare rol. Je kan ervoor kiezen om het voorzitterschap dan even over te geven. Nou wist ik dat een van de raadsleden, in dit geval vanuit de Bob, Kees Koudstaal, die ook de Nestor is, ook een amendement in heeft gebracht. Ik denk, ja, dan geef ik daar ook maar wat ruimte voor, en dat ik hem niet vraag om als voorzitter te gaan zitten. Dan krijg je soms een is soms wat ingewikkelder. Maar uiteindelijk is het allemaal weer in de besluitvorming goed gegaan. In ieder geval is er een besluit genomen. Of iedereen het goed vindt, is altijd maar de vraag. Maar is er een besluit geweest. Het grootste bezwaarpunt was eigenlijk dus de geluidsoverlast die ontstaat bij evenementen door verenigingen enzovoort. Aan de ene kant heb je natuurlijk zoiets, ze moeten ook de ruimte krijgen om eens een keer een feestje te kunnen vieren. Maar dat de hele bevolking daar last van heeft, dat is ook weer niet de bedoeling. En dat lijkt me best soms een dilemma. Nou ja, dat is ook het dilemma. En we hebben het vorig jaar ook al een soortgelijke discussie gehad. Het is ook ingewikkelde regelgeving. Want het is niet zo dat sportverenigingen nu al geen geluid mogen maken. Want als het past binnen hun reguliere bedrijfsvoering, zeg ik dan maar even, en ze hebben een voetbaltoernooi of een hockeytoernooi, dan kunnen ze daar ook met versterkte muziek buiten gewoon iets doen. Daar hoeven ze geen melding voor te doen. Het gaat echt om additionele zaken. En je ziet dat dat eigenlijk nu ook al gebeurt. En we eigenlijk de regelgeving nu in lijn brengen met wat eigenlijk praktisch al op sommige momenten gebeurt. Ik ben echt niet bang dat dat nu tot een enorme overlast gaat leiden. En als dat wel zo is, dan snijden ze zichzelf in de vingers. Want volgend jaar hebben we weer een APV. En dan denk ik zomaar dat er dan een amendement komt om het echt te schrappen vanuit breder vanuit de raad. Dus het is in die zin, elk jaar kan je deze discussie in die zin wel weer volgen of voeren. Het andere punt met Paleis Soestdijk, waar de inspraak ook met name over ging. Hè, Soestdijk en buitengebied, dat waren eigenlijk de twee grote elementen. Daarvan begrijp ik dat je niet wil dat dat maar blijft groeien en groeien. Daarvan heb ik aangegeven dat is nu veranderd eigenlijk voor Soestdijk niks. En in de toekomst, als het bestemmingsplan wijzigt, kan je daar gewoon vastleggen binnen Soestdijk of binnen dat gebied van Soestdijk. Willen we dit 12 keer een uitzondering en 40 evenementen, dan leg je dat vast. En dan maakt het niet uit wat er in de APV staat, dat is dan hetgene wat er vast staat. Dus dan kan je die zekerheid daar ook inbouwen. Dus ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk heb kunnen maken. Bent u nu tevreden met hoe het nu op papier komt te staan? Nou ja, het is goed werkbaar. We hadden als college een ander voorstel gedaan. Ik heb aangegeven waarom wij denken dat een noodzakelijk is. Want het wordt best spannend. Want even kijken naar de regel van de wet nu, van de APV. Dan zouden bepaalde activiteiten bij Sherpa en Aanpoort nu niet meer kunnen. Die al jarenlang wel plaatsvinden. Eigenlijk ook niet hadden gemogen. Maar dat probeerden we nu in evenwicht te brengen met de APV. Dus ja, dan moeten we even goed kijken hoe we daarmee omgaan. Dus dat wordt nog even een puzzeltje. De wethouder zegt, ja, we hebben in een brief gezegd dat er onderzoek gepleegd wordt en wij vonden het niet nodig als college zijnde om daarin ook te vertellen dat het door een externe gedaan zou worden. Jullie waren niet blij met wat er gebeurde, dat je via de media in feite erachter moest komen dat er een adviseur ingeschakeld werd, hè? Nee, dat was geen goede avond, Kees, vanavond. We begonnen natuurlijk met de vraag over Soestdijk. Er is een adviseur om eigenlijk de impasse die er nu is, het tekort van 11 miljoen, hoe kan er een oplossing komen voor de Meijer-Bergman Erfgoedgroep? Bij wie ligt dat probleem? Is dat nou een probleem wat ze al wisten? En is dat een ondernemersrisico of is dit door gewijzigde regelgeving? Men had het steeds over gewijzigde regelgeving. Hè? Maar als ik het goed begrepen heb, is die regelgeving in begin 2017 is er gekomen. En in december is pas het aangekocht. Ja, er worden allerlei zaken genoemd. Kijk, wij stellen ons op het plan dat in ieder geval voor wat de gemeente Baren betreft, en daar kunnen wij wat over zeggen, de raad aan zet is over het bestemmingsplan en de raad duidelijk gezegd heeft, wij willen dat de bebouwing blijft op het heilige terrein van het Marechaussee-terrein. Die vrijheid had de raad van de gemeente Baren en dus dat ook wij ons nu op het standpunt stellen dat in ieder geval elke kosten die er zijn en ook het tekort wat er nu is, in ieder geval niet door de gemeente Baren aangevuld gaat worden. Nou, het college zit op hetzelfde standpunt, dat is in ieder geval goed. En het was denk ik netjes geweest en ik denk dat de wethouder dat in zijn beantwoording ook wel zo
een beetje liet doorschemeren dat het... Dat we in een eerder stadia wat volledig geïnformeerd hadden kunnen worden. En ik denk dat het goed is om daar in maart het gesprek nog eens met elkaar over te hebben. De voorzitter heeft net beloofd dat we in maart daarover een raadsinformatiebrief gaan krijgen. Hij gaat zijn best doen, dus dat zie ik gewoon als een ja. Dan gaan we daar in maart nog eens met elkaar over discussiëren. Omdat het denk ik belangrijk is dat we zien hoe zo'n proces loopt. En daarin was de opmerking van GroenLinks heel erg terecht. Ja, we doen... Zo uitgebreid een projectontwikkelaar of elke ontwikkelaar helpen bij hoe het traject loopt, doen we bij niemand. En natuurlijk is Paleis Soestdijk een groot proces. Maar is het dan ook terecht dat ze zo'n speciale rol krijgen? Nou, daar moeten we over het debat over aangaan met elkaar. En wat we daarvan vinden en bij wie die kosten dan moeten komen te liggen. Ja. Kortom, de toezegging dat er over doorgesproken gaat worden, dat is in ieder geval een goede om daar meer helderheid over te krijgen. Ja, en kijk, de Raad heeft die toezegging niet nodig, want op het moment dat de Raad daarover wil praten, dan heeft de Raad altijd de vrijheid om daarover met elkaar over te praten. Alleen er is nu ook gewoon een hele duidelijke aanleiding en dan is het altijd goed om dat gesprek te hebben met elkaar. Ja. Dan toch een klein beetje tevreden aan het eind van deze raadsvergadering? Nee, ik ben totaal niet tevreden, Kees. Onze inwoners worden zo meteen, je zal maar aan de Gerenweg wonen. En zo meteen geconfronteerd worden met 18 versterkte geluidsevenementen langs de Gerenweg. En dat dan deze coalitiepartijen zeggen van nou, het is allemaal een beetje klein pils, dat doet er allemaal niet toe. Op het moment dat je zo meteen lekker op zaterdag in je tuin zit en overlast hebt van de vele feestjes die er gegeven gaat worden, dan geef ik je te doen. En nou ja, daar moeten we het mee doen in Baren, zou ik zeggen. Dan geef ik het woord aan Bertrand Jansma. Dank u wel, voorzitter. Ik ga de vragen één voor één af en ik herhaal de vragen even in het kort. Uw eerste vraag namens de drie partijen is: bevestigt het college de inhoud van het bericht in de Gooi in Eemlander van gisteren? Dat de gemeente Baren de opdracht heeft verstrekt aan het adviesbureau Nekker van Naam. De stuurgroep heeft een opdracht gegeven. Wat vond u ervan? Want er werd in één keer kwam er een adviseur tevoorschijn, wat de Raad dus eigenlijk niet van tevoren wist. Ja, daar heb ik genoeg over gezegd, denk ik, vanavond. Ik vind dat wij onze rol als gemeente moeten nemen in dit proces. Hoe wij dat doen, dat is een uitvoeringskwestie. Dat is de rol van het college. Ja, goed, ik kan de Raad altijd alles en nog wat geven. Maar we hebben ook gescheiden verantwoordelijkheden hierin. Ja. Nu zitten we dus nog met een gat van 11 miljoen. Is daar nou, denkt u dat er een oplossing kan komen daarvoor? Daar krijgt u van mij geen antwoord op. Maar er moet dus gewerkt worden naar iets. En zou het kunnen dat bijvoorbeeld het Rijk toch daar een deel in gaat bijdragen? Dat moet u niet aan mij vragen. Wat dat betreft nog helemaal geen zicht op enige oplossing in die richting. Wij hebben gezegd dat wij proberen zo snel mogelijk te komen met een oplossingsrichting. Dat moeten we afwachten op dit moment. En die oplossingsrichting die komt dan van een commissie die samengesteld is uit de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Klopt dat? Nou, het is geen commissie. Wij hebben bij elk groot project hebben we een stuurgroep. Dat is normaal bij grote projecten. Dat hebben we hier ook. En daar zitten de betrokken partijen in. Betrokken overheden zitten daarin. En die bespreken natuurlijk de belangrijkste zaken die daar in zo'n project aan de orde komen. En dit is natuurlijk een groot ding. Dus daar moet over gesproken worden, daar wordt over gesproken. En wij zullen daar verslag van doen, zodra we daar iets van een uitkomst hebben. Ja. Hartelijk welkom, meneer Pakken. Dank u wel. Nieuwe wethouder van Baren. We hebben het vandaag in de pers, circuleerde het verschillende keren. Wat heeft u toen besluiten om wethouder van Baren te worden? Nou, in eerste plaats natuurlijk dat het een fantastisch mooi dorp is. Hè. Toen ik hier rondwandelde en in het verleden ook met mijn kinderen of bij de Lage Vuurse, was het al een mooi dorp. En de portefeuille sprak me heel erg aan. De combinatie van financiën met onderwijs, kunst en cultuur, energietransitie. Enorme uitdaging waar ik graag mijn tanden in zet. Wel een behoorlijke zware portefeuille, zeker met de financiën erbij. Zeker. Maar vanuit Utrechtse Heuvelrug kan ik u melden dat we daar veel slechter voor stonden dan hier. Dus wat dat betreft zijn we daar heel wat gewend geweest in de afgelopen jaren. Maar ja, we moeten inderdaad ook hier is de bodem in zicht, dus we moeten daar goed op letten. Maar er is op zich nog wel ruimte ook in de begroting nog wel om wat accenten te zetten. Maar ik zal naar de strenge wethouder daarin zijn. En per wanneer treedt u echt aan? Ja, dan moeten we nog even kijken. Gaan we ook in het overleg met het college. Het zal inderdaad denk ik in de laatste raadsvergadering van maart zijn. Dus die datum die staat. Ik heb hem niet zo in mijn hoofd nu zitten, maar dat zal over maart zijn.